Te meer zorg in Kommerwijnen zijn vandaag 5 nieuwe praktijklokalen voor lager beroepsonderwijs in gebruik genomen. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de internationale standaarden op het gebied van onderwijs moeten worden nageleefd. Het systeem moet daarom van goede kwaliteit zijn. En dit is wat moet gebeuren, ja. Ga naar marktgericht onderwijs, beroepsgericht onderwijs. Precies zoals we dat gezegd hadden tijdens onze campagne. Dat we ons onderwijssysteem gaan diversifiëren en zorg dragen dat we voldoen aan die markt. Want een deel van onze arbeidsmarkt verdwijnt al richting Guyana. Praat met de private sector en dan ga je horen dat er nu een tekort is aan arbeiders. Hier moeten we snel inspelen. Minister, nog meer van deze scholen. Dat is de toekomst van Suriname. En heel wat mensen denken, ja maar, ik wil dokter worden, ik wil ingenieur worden, ik wil professor worden. In dit beroep kan je ook ingenieur worden, kan je ook dokter worden. Het zijn alle mogelijkheden. Je eindigt tot aan de technische faculteit van Suriname. Maar het zijn deze mensen die de ruggengraat, die backbone gaan vormen. En meer gaan verdienen dan die ambtenaren. Het staatshoofd zegt verder dat jongeren zich ook moeten focussen op beroepsgericht onderwijs. En dat ze dat moeten aanleren vanaf de schoolbanken. Santokhi riep minister Marie Levens op om zich in te zetten voor de verdere aanpak van de kwaliteit van het onderwijs. De bewindsvrouwen zeggen dat er nu 25 leerkrachten worden getraind om de studenten les te kunnen geven met de nieuwe machines. Het is een ongeveer 8 miljoen US dollars geweest aan lokalen en machines. Dus er zijn heel veel nieuwe machines gekocht. En in alle districten komt er zoiets te staan, zodat niet alleen het lager beroepsonderwijs, maar ook het middelbaar beroepsonderwijs gebruik kan maken van de machines. En zelfs het hoger beroepsonderwijs hebben ze deze machines nog niet staan. Dus het wordt gedeeld met de andere beroepsopleidingen. Om wat voor machines gaat het? Het hangt er vanaf welke studierichting er gekozen is. Er is voor de auto-industrie, er is voor gas, water, er is voor bouwen, dus de bouwkunde. Elektriciteit en zo. Dus verschillende richtingen hebben hun eigen machines gehad. Hele moderne machines. Levens zegt dat de bedoeling is dat de leerlingen kunnen doorstromen tot het NATIN. En zelfs verder kunnen door zich te specialiseren op bachelorniveau en hoger.